De spraakmakende brand die op 15 januari heeft gewoed aan de Domineestraat naast boekhandel Vaco zou in opdracht van de bekende ondernemer Lori zijn gesticht. Vier verdachten, waaronder de bekende rapper Kief, oftewel LW, NJ, HS en MS, zijn aangehouden in deze zaak voor brandstichting. De politie meldt op haar website dat een zekere HS, die geen vaste verblijfplaats heeft, de brand heeft gesticht. HS is benaderd door Kief om tegen een groot geldsbedrag in euro slechts één van de panden in brand te steken. Het geld zou door de ondernemer Lori betaald worden. Bij de voorgeleiding hebben de verdachten HS, LW en MS ontkend enige betrokkenheid te hebben in de zaak.